Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. En vandaag ga ik het hebben over de FC Twente selectiekaarten van dit seizoen 16-17. Ja, ik heb hier het hele pakket voor €5 bij de shop. Bij het stadion dus. Ja, en ik ga ze reviewen. Een soort van, gewoon ons de buiten laten zien. Dus ik heb ze op de volgorde liggen hoe ze ook in de winkel lagen. En ik ben het elastiekje heb ik weggegooid. Ja, die heb ik weggegooid. Dus heb ik mijn andere erom gedaan. Met de kleur rood, want dat past er mooi bij, vind ik. Dus ja. Dit zijn ze. Dit zijn gewoon foto's van de spelers. En op de achterkant zie je informatie en het rugnummer. Voorgaande clubs, doelpunten, wedstrijden en al die shit. Ik vind het wel heel vet. Dus ja, nu gaan we ze omzetten. Marsman, Doelman. Hidde ter Ravest. Joachim Andersen. Katsikas. Ja, ik heb er weinig ruimte voor dit gebeeld. Dus ja, ze moet wel een beetje schuin liggen. Stefan Tesker. Dejan Trajkovski. Chinedu Ede. Bersant Selina. Dylan Seys. Hulscher. Tim Hulscher, ja. Joy Yeboah. Joel Drommel. Hij is nu naar Jong Twente teruggezet. I don't know why. Maar ik zie hem gewoon bij Jong Twente voetballen. Maar wel gaaf dat er nog een foto van hem is. Joel Drommel dus. Enes Ünal. Frederik Jensen. Stevens. Sonny Stevens. Carl Ebesilio. Camohelo Mokotjo. Jelle van der Heijden. Jari Oosterwijk. Piet Bijen. Van der Lely. Jeroen. En Matthäus Klieg. En de coach René Jaken. Dat is dus de selectie van dit seizoen. 10 foto's van dit seizoen. Scherp worden graag. Ja. Hier hebben we een ansichtkaart. En de foto van Jong Twente. Dan heb ik nog. Ja, dus achterop staat al die informatie. Dus ja. Dat was eigenlijk de selectiekaart. Dank voor het kijken naar deze video. En druk op het blauwe duimpje als je het een mooie kaart vond. En dan zie ik jullie in de volgende video. Adios.